kent, maar we zullen het toch een keer voordoen. Het voorbereiden van de sporenschoenen, het inklemmen van de poot. Ik gebruik zelf sinds een paar jaar de sporenschoen Zoegenheil. Het nadeel van die sporenschoen is dat hij een hele grote bodemverwonding maakt. Maar het voordeel is dat je overal fatsoenlijk mee kunt lopen en dat je de poot fatsoenlijk in kunt klemmen. Nou, de lopers zijn al afgesneden, zoals je ziet. Inklemmen is heel simpel, het zijn skibindingen die op die schoenen zitten. En dat is twee. Nou, op naar het bos.